Yo de mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mijn kanaal Games4Real. En in deze video gaan we Infinite Warfare een keer weer doen. En voordat we een potje gaan doen, ga ik je iets speciaals laten zien. En dat heeft alles te maken met dit mooie Monster Energy blikje. En wat je hiermee krijgt, want het is niet zomaar een Monster Energy blikje. Je ziet ook op de achterkant staan Call of Duty Infinite Warfare. En het heeft dus met Infinite Warfare te maken. En daarom hebben mijn broertje en moeder hem ook gekocht. Want hun gingen lekker naar de supermarkt. En mijn broertje zag dit mooie dingetje staan met Infinite Warfare. En op de achterkant Double XP. En dat is super ziek. En toen hebben ze hem voor mij meegenomen. En er staat dus een code op dit lipje op de achterkant. Dus je kan eigenlijk ook gewoon langs die schap gaan. Iets dat lipje omhoog proberen te krijgen. En dan zie je ook gewoon de code staan. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Want ja, je krijgt gewoon gratis Double XP. En er staat dus een code op, dus wij gaan deze code activeren en daarna gaan we een mooi kill confirmed potje doen. Dus ik zeg tot in de game, tot zo! Zo mensen, we zijn bij de game aangekomen natuurlijk op de map Throwback en holy fuck! Kijk bij Diamond Camo, hij is aangepast, wat de? Oké, dit is best wel ziek, holy shit. Oké, nice. Maar jongens, ik had die code, ik had er een beetje moeite mee, want ik dacht eerst dat je het gewoon via de PlayStation Store moest invullen, die code. Maar het bleek dat hij dus 10 codes, 10 mooie lettertjes heeft. En dat dus dat niet past in de PlayStation Store. Dus ik moest even een video kijken van, hey, hoe doe je dat dan? En dan moest ik gewoon via de Call of Duty site doen. Dus oké, dat heb ik gedaan. Dus we hebben nu dubbel XP. En dat houdt zeg maar in dat je aan het eind van de game heb je een aantal XP gehaald. Dan heb je bijvoorbeeld, laten we zeggen, 10.000 als je gewoon een paar kills hebt gehaald. En dan kan je een optie kiezen dat je dubbel XP token wil gebruiken. En dan krijg je bijvoorbeeld 20.000 XP voor dat potje. En dat is best wel chill, oké. Ik dacht dat je eerst bijvoorbeeld, stel je pakt deze dokterkop, dat je in plaats van 75 punten, 150 punten krijgt. Oh, what the fuck? Maar dat is dus niet zo. En deze man. Deze fan jumpte weer over mij heen, dat hak ik niet eens door, holy shit. Maar we spelen natuurlijk op de map Throwback met de NV4 Fallout. En ik vind dit best wel een zieke kleur, jongens. Die mooie Diamond Camo is volgens mij veranderd. Of ligt het nou aan mij? Ik Volgens mij wel. Nou, het zal wel. Weet je, misschien... ja, ik heb deze game al niet echt heel lang meer aangeraakt. Ik was meer met Black Ops 3 en Battlefield. Dus ja, als je een keer Battlefield wil zien, Battlefield Hardline. Ik heb nog geen 1, sorry. Dan moet je het maar gewoon eens een keer achterlaten. Dus dan kunnen we dat ook wel een keer doen. Maar we zitten nu gewoon lekker in UAV te doen. Oh, kut. En, oh my god. Zoals je ziet moet ik echt weer even inkomen in deze game. Maar het komt goed, jongens. Het komt goed. En ja, ik vind de NV4, dat blijft gewoon mijn lievelingswapen, weet je. Dat wapen schiet zo chill. En ja, Throwback is ook gewoon een lekkere map om te spelen. Een lekker wapen om te spelen. Dat klinkt ook... Ja, nou, je vul zelf maar in. Maar we gaan gewoon lekker knallen. Zo, die vent kunnen killen daar. Oh, ik denk dat ik weg ga. Hoi, doei. Die vent ging daar echt niet weg voordat hij mij had gekild. Dus ik dacht van, weet je, dan piep ik hem gewoon. Dus ja, fuck hem, fuck hem. Oké, hier zit iemand. Oh shit, ik flikker weer tegen zo'n trein aan. Oh, daar. Yo, oh my god. Huh? Maar welke teammate heeft mij gekillstoot dan? Oh, die daar op de trein waarschijnlijk. Nou, het zal wel. Oh, dat is een teammate. Ha, ik dacht, ik zie iemand springen, weet je. Maar toen zag ik dat blauwe driehoekje op mijn map. Oh, dat is een teammate. Dan, ja, heeft het niet zoveel nut om op hem te schieten, weet je. Tot tekkie. Oh shit, oh shit. Oh, die vent is mij kwijt. Nice teammate, ik pak die. Oh. Trouwens jongens, mensen zeggen dat ik op een lage sensitivity moet gaan spelen. Ik speel nu op de level, op sensitivity 6. En ik heb 5 geprobeerd, maar ik kan dat echt niet, jongen. Mijn aim is dan zo slow en gewoon niet goed. Dat is... Ja, weet je, ik vind 6 wel chill. Ik ga gewoon proberen om mijn aim hier een beetje oprecht te krijgen. Holy shit, trouwens, die mooie dinges. Hoe heet het? Hé, what the fuck? Ik kan er niet overheen. Dit lullige randje laat mij er niet overheen. What the fuck? Oké, Call of Duty fix die rand. Fix dat range, man. Hot. Lekker teammate. Oké, waarschijnlijk zit ze hierin, dacht ik al. Oh, die vindt allemaal nog bijna. Ik heb trouwens de UAV counter en de Advanced UAV aangezet. Ik dacht van, weet je, we gaan een keer support spelen. Dus ik dacht van, oké, dan zetten we dit dan. Lekker teammate heeft hem. Ik heb trouwens veel te veel ammo, dus ik schiet gewoon een beetje random ook. Dus ja, dan zie je dat. We hebben bijna onze Advanced UAV, though. Die wil ik wel even halen. Teammate, hij loopt hier. Hij heeft Ghost. Doei. Ja, ik zag hem al lopen, anders had hij ons vies in het ruggetje gepakt. Links. Hij had een headshot. Oh my god, headshots zijn zo dodelijk, hè. Daar ben je gewoon in 2 aan 1 kogel dood of zo. Dat is zo... Dan denk je echt van, oh, hij heeft me met een headshot. Oké, dan ben je te snel dood, jongen. Dat is echt kut, man. Ik had anders mijn Advanced UAV gehad, hè. Ach ja, we zijn weer gerespawnd, dus we kunnen het gewoon opnieuw proberen. Oké, ja, hier spelen veel mensen met Ghost. Dat is echt zo. Ik speel er zelf ook mee, hoor. Maar dat is wel irritant. Oh shit, ik heb die dokter niet. Nou, fuck die dokter. Oké, ik pak hem toch. Haha. Ik ben gierig. Leed mij killen, dank je. Oh, er waren twee man, hè. Oh, hij heeft me uit de lucht. Ik jumpshot trouwens wel weer veel, man. Zo, ik vind het wel weer fijn. Ik vind jumpshot ook wel ziek. Tuurlijk, er zijn geruchten dat, hoe heet dat, de volgende Call of Duty niet meer met boost jump is en zo. Dus de teammates, help mij. Oh my god, team, kijk achter je dan. Wat doet deze teammate? Oh mijn god, jongen. Oh, deze teammate, kansloos. Ik zie weer niks, ik zie niks. Oh my god. Oh nee, niet mijn killen. Die vent had hoop, die dacht van, hé, ik sluit op je af en dan heb ik je ook gewoon. Toch niet. Oh, ik ga dood. Of nee, toch niet. Deze mensen zijn echt... Oh, kut, weer een sniper. Deze mensen zijn echt aan het kloten, jongen. Dat is echt niet geloven. Wow, joh. Zit allemaal weer bij deze treinen. Hier, 3-2. Hots, hallo. Hots, neer. Oké, hier gaat er een. Via de mooie boerderie, jongens. Doei. Hoor ik het? Wat de fuck is die man aan het doen, gast? Dat is echt niet gezond, hoor. Die vent ging gewoon vooruit schieten. En dacht van, weet je, ik ben die vent kwijt, maar ik blijf gewoon schieten, jongen. Hij gaf geen fuck. Jij bent dood. Snipers weer hier. Ik kan niet tegen snipers, jongens. Ik ga altijd dood door snipers. Dat is niet gezond. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Holy fuck, er gingen heel veel mensen dood daar. Ik zit weer op een lekker streakje voor die Advanced UAV. Dus ik wil eigenlijk die wel halen. In mijn rug. Oh, maar... Oh, Ghost. Ghost is dodelijk, jongens. Sowieso. Ghost is echt... Wauw, dat is echt... Oh shit. Zo krap af. Fuck dit. Teammate heb je? Nee, je hebt hem niet. Kill dan. Oké, ik ga weg. Oh, kut. Hij was ook weggelopen. Ook weer Ghost, jongen. Serieus, die Ghost, jongen, maakt je echt helemaal van het padje af, jongens. Daar moet je echt voor opletten, hoor. Serieus. Oké, daar iemand. Doei. Maar die NV4, jongen. Oh, ik heb dat ding wel eens gemist, hoor. Holy shit. Oh, kut. Ook. Precies Masters, jongens. Precies Oh, mijn god. Ik ben natuurlijk ook al precies 8. Ik zit er ook wel redelijk dichtbij, maar deze mensen zijn volgens mij al... een langere periode al precies master. En dat denk ik echt van... Yo, you what, mate? Hoe dan? Ja, die mensen die hebben gewoon even school opzij gezet, weet je. En die dachten van... Ik ga even mijn hele maand verpoeren aan deze game. Dus ja, die dacht van... Dus dat. Ik weet niet waar ik loop te brabbelen trouwens, jongens. We gaan gewoon lekker chillen. 35 om 9. Niks aan te merken aan onze scoren. Gewoon lekker chillen. Dus zijn we gewoon bezig. En zoals je ziet, mijn concentratie is echt op 0 gezet nu. Ik weet niet hoe dat komt, maar het zal wel waarschijnlijk zijn dat ik gewoon blij ben met weekend. Want ik voel me zo chill dan. Gewoon vrijdag, laatste uur. En dan hoor je die bel gaan en denk van, wauw, het is weer weekend. Dat is wel chill. Dus dat betekent ook weer video's, jongens. Sorry dat ik deze week helemaal niks heb geüpload. Ik was een beetje met mijn designkanaal bezig. Sorry daarvoor. Ik ga natuurlijk niet stoppen met dit kanaal. Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Klaar. En ja, ik dacht van, weet je, dit was een mooi ideetje. Rick kwam mijn broertje trouwens, met dat blikje aanzetten. Dus ik dacht van, weet je, ik ga lekker een Infinite Warfare video voor jullie opnemen. Want ja, heel veel van jullie wou het weer zien. Dus ik dacht van, ik laat mijn kopje weer zien op mijn kanaal. Dus ja, daar ben ik weer, jongens. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god, die vent had zo weinig geld. Trouwens, ik ben natuurlijk aan het sparen met mijn salvage. Want ik heb de Rectal, ik heb de Chaos al. Dus ik ga voor een nieuw wapen sparen. En dat is de Ripper. En die lijkt me best wel ziek. Puur omdat hij natuurlijk ook in Ghost heeft gezeten. Dus ja, ik wou hem hebben. En oh yo, daarvoor moet je eerst die legendaries en al die varianten daarvoor hebben. En ik moet alleen de legendaries nog. En het chillen is, je kan dan de RPR Evo met de nuke variant. En die lijkt me toch een sick. Ik heb 40 kills trouwens. Ja, we zitten er al op, jongen. Oké, dat was mijn doel trouwens. Mijn achterliggende doel. Maar ik ga dus voor de Ripper sparen, omdat dat ding gewoon ziek is. En ik heb al 2000 bijna, dus ik kan bijna die legendary kopen. En daarna wordt het sparen voor de 4K. Want dat ding is echt duur. 4K van die... Ey, what the fuck? Ja, what the fuck? Ligt er nou aan mij of is die enemy... What the fuck? Ik was hem echt kwijt. Holy shit. Ze gaan hier doorheen komen. Hallo. Oh nee, toch niet. Jongen, ik zit echt te kutten, jongen. Ah, sorry, jongens. Volgende keer komt er wel weer een serieuzere video aan. Dat ik gewoon ga tryhard of zo. Ja, dus ja, dan weet je dat. Oh. Wacht, kan ik killen? Deze man is zo vies, hè. Level 1 prestige, 1. Het is gewoon eerste prestige en eerste level. Dat is wel illuminatie of niet. Doei. We zitten bij de trein. Daar achter dat muurtje. Oh, oh, ik ben daar al, joh. Doei. Die man, joh. Ah, het is zo mooi. Ik zit gewoon een beetje rond te kutten en te praten. En ik kill gewoon een paar mensen. Is gewoon chill, weet je. Het is gewoon een keer een chille video in mijn rug. Wat? Oh, ik ben nog een keer doodgegaan. 46 om 18. Natuurlijk, we zaten een beetje te kutten. Maar ja, we hebben de Double XP token natuurlijk. En op zich, hoeveel XP heb ik? Ik heb 5300. Dus ik ga het gewoon lekker duplicaten naar 10.000. We hebben gewoon 10.000 fucking XP gehaald dit potje. En dat is toch wel chill voor een level, weet je wel. Dus ja, we gaan het maar natuurlijk mooi even doen. Dus ik doe even van, wow, you want some. Ik weet niet wat ik zeg, sorry. Maar we gaan eerst even kijken of wij die mooie duplicate kan doen. Of XP duplicate. Oké, even zien, hoe kan ik dat doen? Ik heb trouwens in de video gezien waar je het moest doen. En dat moest eigenlijk hier in dit scherm, maar... Oh ja, hier. 2 keer XP token. Oké, 2 XP token. Dus we gaan op vierkantje klikken. Heb ik het gedaan? Ik weet het echt niet. Oh nee, nog een keer. Oké, ja. Dubbel my XP. Boom. En we hebben gewoon... Nee, wat? Huh? Oh, we hebben 9500 XP gehaald. En what the fuck? Ik dacht dat we 5000 hadden. Oké, nog een mooie. Kijk, we zijn gewoon al bijna weer level up, jongen. Super handig dit ding natuurlijk. Maar hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik ben natuurlijk weer terug met video's. En we gaan dit weekend ook weer streamen. Dus check zeker mijn kanaal in de gaten. Vergeet niet te abonneren. Leuke reactie. En een like wordt altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video's. Later.